Ik kreeg de vraag binnen, mijn vijver zit vol met algen, wat kan ik het beste doen? En dan heb ik ooit gehoord dat je een oude fiets in het water zou kunnen gooien. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom dat zo is. En daarom ga ik bellen met een aquatisch ecoloog van het NIO, met Sven Teurlings. Sven, als een vijver vol met algen zit, kunnen we dan het beste maar een oude fiets in het water gooien? Nou, een oude fiets lijkt mij wat veel van het goede. Waar het eigenlijk om gaat is die algen die gebruiken een hoop voedingsstoffen. En een van die voedingsstoffen is fosfaat. En fosfaat kan gebonden worden aan ijzer. Nou, in zo'n oude fiets zit een hoop ijzer. Dus in principe waar het idee is dat je ijzer toevoegt aan die vijver. En door die ijzer wordt die fosfaat weggevangen, krijg je minder nutriënten en krijg je dus ook minder algen. En dan heb je binnen no time weer een prachtig schone vijver met mooie groene waterplanten. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus kan je wat met dat antwoord? Ja, zeker. Dus het is gewoon de hoeveelheid fosfaat of nutriënten terugbrengen met bijvoorbeeld ijzer. Exact. Dankjewel. Met plezier.